Bij de slothoeven in Bergentheim halen ze opgelucht adem. De ophokplicht verloopt, als er tussentijds geen nieuwe uitbraken bijkomen, aanstaande vrijdag. Ja, we hebben zeker geluk. De minister heeft besloten om gedeeltelijk de ophokplicht op te heffen. En daar zijn wij. Wij zitten aan de gelukkige kant. Zo'n 10 kilometer verderop in Lutte overheerst juist teleurstelling. De familie Orink had gehoopt dat de 60.000 hennen dit weekend weer naar buiten mochten. Ja, wij zitten aan de verkeerde kant van de vecht, zullen we maar zeggen. Ja, klopt. Nederland is in 20 compartimenten verdeeld. En aankomende vrijdag worden er 6 vrijgegeven. De grenzen in Overijssel zijn de Vecht en de IJssel. Het bedrijf van de familie Bauma ligt precies in dit gebied. Nou is het bij ons iets minder spannend, omdat we jonge hennen hebben. Bij ons duurt het nog even voordat ze echt groot genoeg zijn om voor vrije uitlopen in aanmerking te komen. Maar desondanks was het toch spannend. Het scheelt toch duizenden euro's per week. Volgens Iris Odink lijkt het erop dat het ministerie een kaart hanteert van de vorige grote uitbraak in 2003. Intussen is er ook landschappelijk veel veranderd. Een andere indeling was in haar ogen dan ook beter geweest. Je zou kunnen kijken, waar zitten de vrijlandbedrijven in Nederland? Trek daar een enorme cirkel van pak een beetje 10 kilometer omheen. En ga kijken of in die gebieden of daar waterrijke natuurgebieden zitten. En is dat het geval, ja, dan houd die kippen binnen. Maar betreft het bedrijven als het onze en daar zitten geen waterrijke gebieden, probeer dan die kippen naar buiten te doen en ga kijken hoe dat uitpakt. Hoe blij bent u dat het voor u in ieder geval eraf is? Nou, heel blij. Maar ook voor de hele sector is het ook beter. Als je vrije uitloop in de winkel kunt laten, dan wordt de markt niet verstoord. Nou, we gaan de Pasen gewoon vieren hoor. Of verliezen, dat hoort bij op een boerenbedrijf. En de ene keer zit het mee en de andere keer zit het tegen. Maar bepaalde dingen sluit je even af en dan ga je met je gezin gewoon lekker genieten van de mooie dingen die er absoluut zijn. Ja.